Ik ben Nico Olieslagers van Tongeren. Ik ben ook lid van het Oudheidkundig Genootschap van Tongeren. En we staan hier op het voormalig paradeplein van de kazerne Ambiorix in Tongeren. In het begin 1938 zijn ze hier beginnen te bouwen. En in eind 1939 zijn de eerste Belgische troepen hier komen gestationeerd geworden. Maar toen, ja, op 10 mei natuurlijk, brak de oorlog uit. De Luftwaffe die hebben het station gebombardeerd. En een gedeelte bommen op de stad gegooid. En, maar de kazerne die hebben ze niet geraakt gehad. Die hebben ze dus werkelijk gespaard om waarschijnlijk nog te gebruiken tijdens de oorlog. Dan in 1941 is de Weermacht naar hier gekomen. En die hebben hier sommige werken verder gezet. En die hebben geld gevraagd aan de Belgische staat. Het ministerie van Financiën heeft toen 7.350.000 Belgische franken in der tijd betaald aan de Duitsers om hier de werken verder te zetten en de kazerne verder af te werken. Die recruten wat hier in opleiding waren, die deden hier oefeningen rondom de kazerne in de bossen ginderachter, wat nu het KV, het natuurdomein is. Hier op de straat en die deden hier allerhande manoeuvres. Hier op het plein deden ze sportwedstrijden. En natuurlijk, ja, ze kregen af en toe hoog bezoek van hogerhand uit, vanuit Duitsland. En volgens mijn inlichtingen, wat ik heb kunnen vinden op het stadsarchief, was het de Einheit Müller waar hier zat. Maar wie dat was, dat weet ik niet juist. Ik heb ook gehandtekende brieven gevonden van de major wat hier was, maar dat, uit dat handtekening heb ik geen naam kunnen opmaken. Dan zijn ze beginnen het Duits leger gronden te onteigenen, hier ongeveer een kilometer verder aan de linkerkant van de straat. En daar hebben ze hangars gebouwd om daar vliegtuigmotoren te testen. En de techniekers daar op te leren veilig hoe ze moesten die herstellingen doen en onderhouden en zo. Maar die hangars zijn nooit niet afgeraakt. Toen was het al bijna 44. En toen zijn de Amerikanen hier in september binnengevallen. En die muren, daar zit je nog iets van, maar niet meer zoveel. Wat ik ook heb ontdekt toen ik nog kind was zelfs, in de achterliggende weide hier, heb ik enorme betonblokken ooit gezien. Van, ik weet niet hoeveel kubieke meters groot. Wat ooit moeten gediend hebben voor zoeklichten of voor radars op te zetten. Maar die zijn er natuurlijk ook nooit gekomen. En die betonblokken die zijn waarschijnlijk, ik denk, in de jaren 50, 60 verwijderd geweest. In 1944 zijn ze hier moeten gaan lopen, de Duitsers. Dat de Amerikanen een aantocht worden, want Tongeren werd rond de 9e september bevrijd. De Duitsers hebben hier nog zo rap, in alle haast, hebben ze nog handgranaten en springstoffen door de sanitaire voorzieningen en door de verwarmingsinstallaties gegooid. Natuurlijk veel ruiten kapot. Geen echte grote schade, maar toch, er was toch redelijk wat schade. En nadien zijn dan in 44, eind 44, zijn de 35th engineers van de Amerikanen naar hier gekomen. Die hebben die herstellingen uitgevoerd terug, wat de Duitsers vernietigd hadden. En dan is toen hier het 25th General Hospital van de Amerikanen gekomen in 1945. En die hebben hier dan ook nog een jaar gezeten. Na 1945 is dan weer het Belgisch leger terug hierin gehuisd. En iets nadien, in de jaren 50, is er een brand geweest in de technische school in Bevingen. En toen zijn die mannen ook wel eens verhuisd naar hier. De naam Ambiorix kazerne is ongeveer in de jaren 50, 60, kan ik niet meer van buiten zeggen, beslist door het leger en de gemeenteraad. Ja, Ambiorix, de volksheld van Tongeren. Alles heet er bla Ambiorix, dus daar hebben ze de kazerne ook maar Ambiorix genoemd. Als je dan ziet op die 80 jaar, eigenlijk nee, ja, 70 jaar dat er militairen gezeten hebben, heeft dat toch wel een aardige geschiedenis meegemaakt op die korte periode, eigenlijk.